28e speeldag in de competitie afgewerkt. Door een overwinning op Charleroi blijft Anderlecht ook na dit weekend alvast alleen leider. Mambour stond gisteravond weer heet voor deze topper. Na de aanvangsdruk van Charleroi antwoordde Anderlecht met een mooie combinatie. Boffin naar Nielis, die zoekt en vindt zijn compaan Bosman. Opnieuw Boffin, opnieuw Nielis en 0-1. Met een droge knal kan Luc het ook. 0-2 na deze vrije trap. Maar Charleroi bijt terug. Brogno passeert Versavel met een wat vreemd bruggetje op rechts. En de instormende Malbassa keilt de 1-2 binnen. 5 minuten voor rust is dat.